De VVD Someren bezocht op maandag 11 juli samen met een delegatie van landelijke VVD-politici drie ondernemers in Someren die zwaar zijn getroffen door het hagelbombardement van donderdag 23 juni. Bart Verhees, agrario, ook VVD'er. Die combinatie is vandaag gemaakt hier. Ja, inderdaad. We hebben inderdaad alle VVD-prominenten van Europa en de Tweede Kamer uitgenodigd. Om hier toch eens in oogschouw te nemen wat hier in zomer allemaal gespeeld is en welke schades dat er zijn. En met name ook de schade, dat is inderdaad, dat kan iedereen zien. Maar vooral wat de problemen zijn van de bedrijven om de zaken weer op de rit te krijgen. Mensen, zo'n tijdje geleden zal het niet veel meer te zien zijn, maar er is toch genoeg te zien hier, zie ik. Ja, zeker. Je hoeft geen oog te hebben voor details om hier de schades te zien. Dat is natuurlijk enorm. Hè. Je zit we zijn hier bij familie Leijten. Nou ja, goed, hun hele bedrijf is in feite, het hele dak is weg. Dus dat is gewoon een enorme schade. En ook hier zijn de mensen, en dat is natuurlijk het grote punt, is men wel of niet verzekerd. Heel veel agrariërs hebben een brandstormverzekering en die zijn niet apart voor hagel verzekerd. En dat is vaak ook niet bewust gebeurd. Kijk, uiteindelijk is het hagelschade, dan denk je aan dat een lichtplaat kapot gaat. Hè, of een dakraam, maar niet dat je heel dak kapot gaat. En nou ja goed, dat is dus hier wel gebeurd. En dan hebben toch mensen een heel groot probleem als je niet verzekerd bent. Er zijn zelfs mensen die zeggen het is geen hagel, het waren gewoon ijspegels. Inderdaad, ja, een hagelstorm wordt al gezegd. En inderdaad, wat ik begrepen heb is dat er al één verzekeraar om is. En die zegt van nee, inderdaad, het is stormschade. Want uiteindelijk door de enorme impact van de wind hebben die hagels natuurlijk nog een hogere inslag gehad als dat ze normaal hagel omlaag valt. Dus het is natuurlijk nu ook, hoe gaan verzekeringsmaatschappijen daarmee om? In eerste instantie zaten ze vrij strak erin. Zeggen ze, hagel is hagel en hagelschade moet je apart verzekeren en dan is het niet verzekerd. Nou ja goed, het is toch te hopen en misschien eventueel, en daarom hebben we ook onze VVD-Kamerleden uitgenodigd, misschien dat ook het Rijk in overleg kan treden met verzekeraars om hier toch een regeling voor te treffen dat uiteindelijk voor die bedrijven die daar heel zwaar getroffen zijn, om daar in ieder geval iets voor te regelen dat ze in ieder geval door kunnen met hun bedrijf. Voor bedrijven net als bij ons die zeggen, nou ja goed, we kunnen het op zich wel behappen, daar hoeft voor ons uit ook geen regeling voor te komen, maar het gaat ons vooral erover uit van nou, die bedrijven die inderdaad die er aan onderdoor zouden kunnen gaan, dat daar iets voor geregeld is. Hè. Dus daar toch, dat die mensen door kunnen met hun bedrijf, dat niet die 15 minuten hagel het einde van het bedrijf betekent. Want dat zou wel heel erg triest zijn. Als er niks gebeurt, dan hoeveel bedrijven gaan er dan failliet zijn? Ja, daar durf ik natuurlijk een uitspraak over te doen. Maar ik weet wel van enkele concrete gevallen die ik dan persoonlijk heel goed ken, die dus inderdaad met hun bedrijf moeten stoppen. Omdat hun kostwinning en hun voorraden en alle te velden staande gewassen gewoon voor 100% vernietigd zijn. Maar Kikspoor, we komen juist van de groepsaccommodatie De Hoof. Daar is ook een ravage daar. Ja, we hebben de volle laag gehad. Dus we zitten aan de rand van het buitengebied. Dus de wind is ongehinderd ingeslagen in de daken. Compleet nieuw dak, of niet? Nou, het is niet compleet met een nieuw dak. Maar in eerste instantie, toen je van afstand bekeek, dan zie je nog steeds blauw-rode pannen. Dus ik denk van nou, misschien een derde kapot. Maar tegen de tijd dat je ze allemaal in je hand gehad hebt, merk je toch dat je meer dan 2/3 uitval hebt al bij de pannen die we geraapt hebben. Dus 4 containers puin alleen maar van mijn daken afgekomen. Ja, dan is er toch meer kapot dan alleen maar pannen. Dat besef je het op het moment dat toen gebeurde, 23 juni? Nou, nee, op dat moment beseften wij eigenlijk nog niet zo heel veel, behalve dat wij wel heel angstig waren voor wat er allemaal gebeurde. We waren vooral heel blij dat er niemand op het terrein was op dat moment. Want ja, zoals nu heb ik 300 kinderen rondlopen. Ja, dus je moet niet denken dat het had gebeurd als die kinderen waren geweest. Maar ja, je ziet nu nog de impact van het gebeuren. En ik merk toch dat het wel redelijk eng is. We zijn midden in ons hoogseizoen met een mega bouwproject bezig, waar we eigenlijk niet willen. Onze klanten zullen er best een tijdje last van hebben. Dus Gaat gewoon door, dat wel? Ja, het bedrijf gaat door. We hebben natuurlijk klanten die al lang bond van tevoren geboekt hebben, die ook heel graag een programma willen draaien. We doen ons uiterste best om dat ook allemaal mogelijk te maken. Maar ja, we hebben helaas ook een heel grote verbouwing tegelijkertijd. We hebben heel veel begrip van klanten, vind ik heel fijn. Het is een warm gevoel, dat ze je hart onder de riem steken. Maar iedereen die er enigszins nog iets van de schade ziet, ja, die ziet ook wel dat het dermate absurd is. Daar wens je niemand toe. Ja. Alma Lodders en Remco Bosma van de VVD Tweede Kamer. Mevrouw Lodders, het wordt er niet allemaal eenvoudiger op als u hier bent geweest? Nee, de schade is enorm. En vooral de impact die het voor mensen hier in het dorp
omgeving, de ondernemers, dat moet echt enorm zijn geweest. Angstaanjagend de beelden die we ook vandaag weer hebben gezien. Dat is een beetje de klacht, meneer Bosma, dat als ze Den Haag niet doorhebben wat hier gebeurd is. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat wij wel doorhebben hoe het erin zit. Alleen het is toch wel een complexer verhaal als dat je aan de buitenkant kan zien. En je ziet hier de frustratie van de mensen die ermee te maken hebben. Die zeggen, ja, ik zit met een probleem. Ik wil het graag oplossen. En aan de ene aan de andere kant zijn er allerlei regels die het voorkomen. Dat je kan gaan aanpakken en dat je afhankelijk moet zijn van de verzekeringsmaatschappij en andere partijen. Dat is gewoon heel erg lastig en frustrerend. Ja, boeren, daar heb je boerenverstand te zeggen van die regelgeving kan toch ook aangepast worden. Maar zo werkt het niet. Nou, ik denk het wel. Als we kijken naar een aantal regels met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat hebben we ook vorige week in het debat naar voren gebracht richting de staatssecretaris. Kan natuurlijk niet zo zijn als je mest is uitgespoeld dat je niet opnieuw mag bemesten. Dus daar is verruiming voor aangekondigd. Maar ik heb ook vandaag de voorbeelden gehoord, maïspercelen die eigenlijk geen fatsoenlijke oogst meer bieden. Geef ons nou de gelegenheid om daar een ander gewas in te zaaien. Dus dat is een van de dingen die ik heb meegenomen vandaag. En die ik ook vanavond nog richting de werkgroep zal doorgeleiden. Landelijke werkgroep, om te kijken of we daar ruimte in kunnen bieden. Wat ze liefst hebben is gewoon een dikke portemonnee. Ja, dat snap ik. Daar heb ik ook wel begrip voor dat mensen dat vragen, want het zal je maar overkomen. Dit is gewoon echt vreselijk, maar tegelijkertijd moet je daar ook zorgvuldig mee omgaan. En ik denk dat we uiteindelijk, dat iedereen erbij gebaat is, als ze zeggen schouders eronder, daar waar we dingen kunnen koppelen, combineren, asbestsanering, eventueel duurzame energie toepassen. Laten we al dat soort regelingen in voldoende mate openstellen. Daar zijn mensen echt bij gebaat. Heel snel, want de tijd dringt voor veel ondernemers. Ja, we moeten snel proberen oplossing te bieden. Daar moeten we ook mee aan de gang gaan. Gelukkig zijn die werkgroepen bij elkaar geroepen. Problemen worden steeds duidelijker. Eerste paar dagen moet even duidelijk worden waar zit nou precies de bestuurlijke knoop. Nou, die beginnen nu duidelijk te worden en dan kan er ook aan gewerkt worden. Belangrijk voor de mensen is te luisteren en te horen, dat hebben ze vandaag gehad van u. Nou, dat hoop ik in ieder geval. En kijk, onze telefoon staat aan. De e-mailbox staat ook open. Dus als mensen ergens tegenaan lopen, laat ze ons vinden. Want dan kunnen wij kijken of we dat door kunnen geleiden naar of onze landelijke werkgroep of naar de provincie. Ik denk dat de mensen heel erg geholpen zijn, ook door het gemeentebestuur. Want alle hulde, ook voor het college, wat ik heb begrepen, de wijze hoe zij hiermee omgaan, dat verdient echt instemming, lof. Jan van der Moosdijk, wethouder van gemeente Zomeren. Het is en blijft een lastige materie, ook voor Tweede Kamerleden die voor een paar uur hier komen. Ja, klopt. Hij heeft niet alles uitgelegd. Nee, maar ik denk dat we vandaag wel hebben weten over te brengen dat een aantal regels gewoon knelt. Dat je in de uitvoering tegen dingen aanloopt. Dat zij ook moeten zeggen, die regels zijn nooit zo bedoeld zoals ze nu eigenlijk in de praktijk voorkomen. En ik heb toch wel het gevoel dat er ruimte is om af te wijken van regels, om nu gewoon praktische oplossingen te verzinnen. Wat nu gebeurt is, er zijn geen regels voor. Hè? Je praat over hagel, terwijl niemand meer weet wat hagel is. Je weet niet wat een rampgebied is. Nieuwe definiëring. Ja, nou ja, en daarom, hè, we hebben net hier gehoord bij Greenco dat ze zeggen die arbeidstijdverkorting, wij zijn over 24 weken zijn wij niet klaar. Een hele hoop regels die zijn nooit bedacht voor dit soort situaties. Dus als Den Haag de vrijheid heeft om een nieuwe weg te zoeken om die regels uit te voeren, dan denk ik dat we een hele goede oplossing gevonden hebben. Jan Huytema, Europarlementariër van de VVD. Ik hoor zojuist van een ondernemer dat je beter in België kan gaan wonen dan in Nederland. Ja, nou, hij heeft een terecht punt wat hij hier aanhaalt. Dat de verschillen tussen de verschillende lidstaten in de Europese Unie nog steeds zo groot zijn. Dus België heeft weer een ander systeem dan in Nederland en Duitsland heeft weer een ander systeem. En, wat hebben die voor ander systeem dan hier? Ja, die zijn veel meer. Wij in Nederland hebben ons veel meer gericht op het proberen te verzekeren. Hè, dat je risico's kunt afdekken. Terwijl België daarmee net mee gaat beginnen eigenlijk naar Nederlands model. Dus ze kijken juist wat Nederland doet en willen dat gaan doen. Maar hebben hier van tevoren eigenlijk nog een soort landbouwfonds ingericht waar ze geld in gelegd hebben voor zulke situaties. Dus een totaal andere benadering eigenlijk wat de verschillende lidstaten doen. En met zulke vreselijke zaken die hier dan gebeuren, komen die verschillen heel erg pijnlijk naar voren. Ja. De grens aan België is hier 30 kilometer.
Ja, het was bijna geregeld. En vorige week was het nog ergens waar de grens 800 meter is. Ik kom dit als Europarlementariër ontzettend vaak tegen. Niet alleen in hagelschade of andere wateroverlast, maar denk maar eens aan gewasbeschermingsmiddelen. Denk maar eens aan dierziektes. Het gebeurt gewoon heel veel, die verschillen. Dus we hebben gewoon pech? Nou ja, wij moeten gewoon kijken hoe we het hier in Nederland op een goede manier en een pragmatische manier op kunnen lossen. En de Belgen doen dat op hun manier. Het is ook maar de vraag of dat systeem voor 100% alles uit gaat betalen. Dus het is nu heel moeilijk dat te zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is om wel van elkaar te gaan leren. En ook voor de toekomst te gaan kijken van hoe kunnen we het hier nou beter doen. U wist van deze ramp en heeft ook alles meegekregen. Nou ja. Heeft u het nu pas echt gezien? Nou, net wat ik zei, ik wilde gewoon graag hier naar het gebied toe. Dus vorige week ben ik hier al geweest. En je kunt het niet van achter je bureau kun je dit gewoon niet bekijken. Ik ben zelf melkveehouder in Friesland. Wij hebben vorig jaar hebben verschillende bedrijven in Friesland last gehad van muizenschade. Ja, dat is gewoon iedereen een hele groot persoonlijk drama. En je ziet eigenlijk voor een heel groot deel hetzelfde hier gebeuren. Jan Zegwaard van Grinco, hoe is het? Ja, het gaat. Hoe is het dan van zaken op dit moment? We zijn al 2,5 week verder. Eén bedrijf is het glas bovenaan helemaal eraf. Tweede bedrijf zijn we bijna halverwege. En dan zijn ze veiliggesteld, kunnen de mensen onderin aan het werk. Eén bedrijf, daar waar het glas veiliggesteld is, daar is het gewas ook al deels eruit. Ik hoop deze week dat te doen. En daar zijn we aan het glas rapen. Dat is nogal een klusje, 1,3 miljoen kilo glas. En hier moet al het gewas ook nog eruit. En we zijn volle bak in overleg met de verzekering. In de eerste instantie zei je, misschien moet ik het bedrijf helemaal van de grond af weer opbouwen. En nu alleen maar glas zetten? Nou, nee hoor, niet alleen glas. Want er zijn ook heel veel installaties gewoon kapot. En hoe ver dat gaat, ja, dat is nog niet zeker. Want daar zijn we in overleg met de verzekering. Ja. En de gevolgen voor het personeel, hoe staat het daarmee? In eerste instantie was het even thuisblijven, daarna langzaam opschalen. Want je kan niet ineens met z'n allen als een dwaas naar binnen lopen om het op te ruimen. Nu wordt het al opgeschaald om daar snelheid in te maken. Ja, en daarna is het even afwachten wat de regelingen zijn. Want uiteindelijk als het er opgeruimd is, is er gewoon even niks meer.